Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een Op dit kanaal praten we heel veel over beleggen en kijken dus ook regelmatig naar de cijfers van een bedrijf. Maar laten we in deze video even een stapje terugnemen en gaan kijken naar die cijfers en dan vooral kijken van uh, wat zeggen cijfers van een bedrijf eigenlijk? Uh, hoe moeten we lezen, waar moeten we op letten. En daarom wil ik in deze video gaan kijken naar de resultatenrekening. Een van de drie onderdelen van de financiële gegevens van een bedrijf. Uh, niet zo'n hele uitgebreide uitleg, niet op elk punt maar meer een korte uitleg op de hoofdlijnen van de resultatenrekening dus laten we snel beginnen. En hier zien we dan een overzicht een resultatenrekening oftewel in het Engels Heet het een uh, income statement? Het is eigenlijk een rekening, een overzicht met het resultaat van het bedrijf. Dus hoe komt dat resultaat tot stand? Dat kan een winst zijn, dat kan ook een verlies zijn. Maar hier zie je in ieder geval eigenlijk de opbouw hoe je uiteindelijk op dat resultaat uitkomt. Als voorbeeld voor deze video pak ik uh, de resultatenrekening, de income statement voor het aandeel Apple. De meest recente, en in dit geval gaat het dan over de drie maanden die eindigden op uh, 26 maart van 2022. Je kunt natuurlijk altijd heel makkelijk deze cijfers vinden. Je kunt bijvoorbeeld googlen. Pak je bijvoorbeeld Apple plus Investor Relations. Daar google je op. Dan kom je bijvoorbeeld op de uh, aandelenpagina, de Investor Relations pagina van Apple uit. Je kunt eventueel ook gebruik maken van mijn website beleggertools.nl. Ook daar heb je per Aandeel is een tabblad met cijfers waar je kunt kijken: kwartaalcijfers van de laatste 10 kwartalen of de jaarcijfers van de laatste 10 jaar. Dat je makkelijker meer cijfers ziet en ook makkelijker kunt vergelijken. Maar voor deze video wil ik juist één resultaatrekening laten zien, omdat het niet zozeer het vergelijken gaat, maar juist de uitleg van. Een resultatenrekening dus eigenlijk is opgebouwd, wat we tegenkomen. Nou, zo is het eigenlijk een hele pagina vol, maar het bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Het bovenste, dat is echt de resultatenrekening. Dat is zoals eigenlijk elk bedrijf ongeveer in deze vorm in ieder geval zijn resultaten rapporteert. Dat moeten ze ook rapporteren in Amerika, in het geval van Apple bijvoorbeeld aan de SEC, zodat aandeelhouders dit ook kunnen zien. Want hier baseer je vaak je investeringen op. En Apple heeft dan hieronder het onderste gedeelte nog toegevoegd met wat extra informatie. En in dit geval zie je misschien de dingen per aandeel, het aantal aandelen of hoe de omzet uiteindelijk is verdeeld. Laten we eerst gaan kijken naar het bovenste stukje, de echte resultaatrekening. En ook die is eigenlijk weer in verschillende onderdelen uh, opgebroken. Ten eerste hier de net sales, oftewel eigenlijk de omzet. Waar komt de omzet vandaan? Uh, wat is de totale omzet? Nou, Apple splitst het dan op in producten en in services. Je ziet dat producten veruit het grootste deel van de omzet is. Laten we zeggen dat het in totaal 100 miljard is, dan is ongeveer 77% of 80% zit in producten. De overige 20%, bijna 20 miljard ook wordt verdiend aan services. Zo weet je in ieder geval waar de omzet vandaan komt. Zijn het vooral producten in dit geval of zijn het services? Soms wordt het wel gespecificeerd, soms niet. Straks zien we dat het nog extra gespecificeerd wordt door Apple, maar dit is niet per se verplicht. Het volgende onderdeel dat we dan zien is de cost of sales. En de cost of sales is eigenlijk de kosten die gepaard gaan met de omzet die we eerder zagen. Dus dit zijn echt kosten. Apple maakt bijvoorbeeld producten, maakt diensten, verkoopproducten en diensten. En wat hebben die producten opgeleverd. Nou, dat was 97 miljard. En wat heeft dat gekost om die producten uiteindelijk te verkopen, te maken? Nou, dat heeft in totaal zo'n 54 miljard gekost. Voor de producten zien we dat dat bijna 49 miljard was op een omzet van 77 miljard. Kun je dus uiteindelijk ook de marge daarvan uit gaan rekenen en de Services, daar zien we dat het bijna 20 miljard heeft opgeleverd en maar 5 miljard heeft gekost of 5,5 miljard. Dus wat we vaak natuurlijk ook al weten. Services uh, zijn vaak makkelijker schaalbaar. Wordt dat uiteindelijk ook een stuk winstgevender, en dat maken we hier ook uit op. Nou, samen kost dat bijna 54, 55 miljard. Betekent dat ze zo'n 42,5 miljard overhouden als gross margin, oftewel als bruto marge. Um, hier gaan dan vervolgens nog de volgende kosten vanaf. Nou, daar zien we dan het onderste stukje ervan, of het volgende stukje, de operating expenses. En dit zijn eigenlijk kosten die wel gemaakt worden, maar niet per se specifiek aan de producten die je verkocht hebt. Uh, Kijk bijvoorbeeld naar een computer of een iPhone van Apple. Dan heb je natuurlijk te maken met de productiekosten van die iPhone. Niet alleen de onderdelen om die telefoon te maken, maar ook de productiekosten om het in. China te laten maken. Om het vervolgens vanuit China te verschepen. En uiteindelijk ook weer in een winkel uh, verkocht te krijgen. Dat is allemaal specifiek aan dat product. Kijken naar de operating expenses, dan zijn dat eigenlijk de andere kosten die Apple ook maakt. Onder andere heel belangrijk is dat vaak research and development, oftewel het onderzoek, um, innovatie. Natuurlijk, nu zijn ze bezig met de iPhone 14. Binnenkort volgens mij de 15. Waarschijnlijk zijn ze al onderzoek aan het doen, dingen aan het proberen voor de iPhone 16. Daar worden dus kosten gemaakt, maar die zijn dus nog niet. Ja, die kun je niet aan een toestel toerekenen, want dat toestel verkoop je in dit geval nog niet. Dus wat je hier ziet zijn vaak de meer algemenere kosten. Aan de ene kant vaak research en development. En dat wordt dan weer specifiek hier getoond, omdat dat eigenlijk kosten zijn. Maar wel kosten die waarschijnlijk in de toekomst meer op gaan leveren. Het is een soort van investering in de toekomst. Terwijl je ook nog andere kosten hebt, zoals selling, general en administrative. Daar zie je vaak uh, salarissen zitten, uh, andere verkoopkosten die te maken hebben met misschien je eigen winkels bijvoorbeeld. Dus daar zie je dat um, een winkel bijvoorbeeld ook, laten we dat even als voorbeeld nemen, een winkel daar betaal je huur op, afhankelijk van of ze nou 100 iPhones per winkel verkopen of 1000 iPhones per winkel. Dat is natuurlijk dezelfde kosten aan huur. Uh, dat nemen we dus in dit gedeelte van de resultatenrekening mee. En daarmee hebben we dan eigenlijk alle kosten gehad. We hebben de omzet gezien, we hebben de kosten van die omzet en de overige kosten. Gaan we dan onder verder naar het laatste stukje, dan komen we bij de operating income. Wat is dan eigenlijk de winst die overblijft nadat die kosten er vanaf zijn gegaan? Nou, in dit geval begonnen we met 97 miljard. Daar ging 54 miljard vanaf, waardoor er 42,5 miljard overbleef. Ging vervolgens nog zo'n 12,5 miljard aan andere kosten vanaf. Dan blijft er uiteindelijk net geen 30 miljard over. Dan zijn er nog andere specifieke kosten. Of eventueel ook inkomsten in dit geval, waar we weer net iets boven die 30 miljard komen. En dat is zeg maar de winst waarover belasting betaald gaat worden. Nou, in het geval van Apple is dat ongeveer zo'n 5,1, 5,2 miljard die ze betalen. Procentueel gezien valt het dus wel mee. Ik denk ongeveer een 15 procent. En aangezien ze dat dus betalen, blijft er uiteindelijk zo'n 25 miljard euro over. En dat is hun net inkomen, hun netto resultaat. En dat is ook de reden waarom we het een resultatenrekening noemen in het Nederlands. Maar zoals we straks al zagen, dit is het klein gedeelte, dit is eigenlijk het echte gedeelte van de resultatenrekening. In het geval van Apple voegen ze nog wat meer informatie toe. Nou, zoals we straks ook al zeiden, het begint eigenlijk met wat informatie voor de aandeelhouder. Wat zijn nou de, uh, de earnings per share geweest, oftewel per aandeel? Wat, heeft, wat levert het eigenlijk op bij Apple? Je ziet basic en je ziet diluted. Basic is altijd iets hoger het bedrag. En diluted is juist vaak iets lager, maar dat heeft te maken met het aantal uitstaande aandelen. Dat zien we hier ook. Bij basic is dit zo'n 16,2, 16,3 miljard. Bij diluted is het 16,4 miljard. En het verschil hier tussen is basic, dat zijn ook echte aandelen die zijn uitgegeven. En bij, bij diluted nemen ze ook de aandelen mee die ze eventueel. Die ze al wel hebben, zeg maar, maar nog niet hebben uitgegeven. Waarschijnlijk zijn dit aandelen die misschien de komende tijd als bonus worden uitgekeerd aan het personeel, bijvoorbeeld. Dus dat zijn vaak de twee dingen waarmee je kunt vergelijken. Eigenlijk verdien je per aandeel bijvoorbeeld 1,54 dollar. Maar wordt in de komende tijd, nou, die andere aandelen worden die uitgegeven, dan, zakt je, dan stijgt het aantal aandelen eigenlijk. Het aantal uitstaande aandelen. En daardoor wordt het dus de winst over meer aandelen verdeeld. Komt de uh, winst per aandeel iets lager uit? En waar we straks dus al een overzicht zagen tussen de omzet van producten en van services, geeft Apple ook in dit geval nog een extra specificatie. Dat is niet per se verplicht voor bedrijven om dit op deze manier te doen, maar het is natuurlijk wel heel interessant voor aandeelhouders om dit te kunnen lezen. Je kunt zien in dit geval geografisch waar komt de omzet vandaan. Nou, het grootste gedeelte komt uit Amerika. Gevolgd door Europa, gevolgd door Greater China, Japan en dan vervolgens de rest van Azië. Dat zien we eigenlijk hetzelfde getal ontstaan. Dat is nog steeds de omzet. Alleen dus nu zien we hoe elk onderdeel het heeft gedaan. En vooral als je dan gaat vergelijken met drie maanden daarvoor bijvoorbeeld, dan kun je kijken, is er een stijging, is er een verandering en waar zit die verandering dan in geografisch gezien. Je kunt het ook onderaan, zoals je ziet, per categorie zien. In dit geval gaat het dan niet zozeer over alle producten of alle diensten, maar zie je ook precies, en niet precies welke computer het is, maar wel of het een Mac is of een iPad of een iPhone. Je ziet dat uh, eigenlijk de helft, iets meer dan de helft zelfs, van de omzet bij Apple komt uit hun iPhones. Zo'n 50,5 miljard van de 57,2 miljard die ze het afgelopen kwartaal hebben gedaan, uh, Mac zijn zo goed voor zo'n 10 miljard gevolgd door iPads ook wearables best wel veel vind ik zelf 8,8 miljard en de services die we eerder al hebben gezien met zo'n 19,8 miljard en zo kunnen we dus eigenlijk zien dat een, een resultaatrekening vaak op een A4-tje of op een half A4-tje past dat het vrij eenvoudig te begrijpen is als je een beetje weet welke onderdelen het zijn wat je daar eigenlijk kunt vinden maar dat in die kleine informatie die we daar zien eigenlijk best wel veel waardevolle informatie kunnen uithalen zeker wanneer je resultaatrekening van dit Kwartaal of van dit jaar gaat vergelijken met vorige kwartalen en met vorige jaren, dan kun je vaak een trend zien. En een trend geeft eventueel iets aan over de toekomst, waardoor je kunt berekenen of het eventueel ook een interessante investering gaat worden voor de toekomst. En wil je nog beginnen met beleggen en ben je nog op zoek naar een broker? Kijk dan bijvoorbeeld naar de Giro of naar Bux. Beide brokers hebben op dit moment ook een actie en via mijn affiliate link onder de video kun jij gebruik maken van die actie als je nu een account opent. Of ben je op zoek naar meer informatie om zelf een aandeel te analyseren en te waarderen misschien ook wel? Kijk dan ook op beleggertools.nl, de website die ik heb gemaakt om jou als belegger zijnde te helpen om betere, goed onderbouwde beslissingen en investeringen te maken voor de toekomst. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Hopelijk heb je er wat aan gehad. Heb je nog vragen of opmerkingen of andere feedback? Laat dat vooral weten in de reacties onder de video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd? Klik dan op abonneren onder de video. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.